NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda nu is NAKPRAAT. Zo, goedenavond jongens. Zijn we een beetje te horen? Volgens mij wel, hè. Donderdagavond. Hallo. 2 april. NAKPRAAT, weer een uurtje tijd. Om het weer over onze favoriete hobby te hebben. En ik ga eens even wat spiekertjes verder openzetten. Want kijk, ik kan mezelf niet helemaal fantastisch horen. Ja, dan hoor ik mezelf in ieder geval ook. Ja, hè? Dat is beter, hè? Dat is beter, ja. Man, het lijkt wel alsof we in een bus met spiritus staan. Met die desinfectant. Ja, het is onze spirituswolk moeten we iedereen. Ik dacht dat het jouw deo was. Mijn deo? Nee. Ik heb een deo. Is die over de datum dan? Nee, ik wou zeggen, wij zitten in quarantaine, jongen. Ik douche niet eens meer. Smerig eigenlijk elke ochtend in met een beetje Amstelbier onder de hoofd. Jazeker, zeker. Moet toch op, hè? Ja. Zo. Nou. Het gaat onverminderd. Oh, is dat een echt bakje koffie? Een echt bakje. Heb je daar helemaal aan praat gekregen? Uit de man praat. Oh, je moet er tegen praten tegenwoordig. Tegen nooit, hè? Oh, dankjewel, Tjerk. Ja, Tjerk, goedenavond. Dan zijn we weer. We gaan weer een uurtje doen, jongens. En Juri aan de andere kant. En we staan keurig weer 1,5 meter uit elkaar. Doen we prima. Keurig gedesinfecteerd aan alle kanten. Ja, we hadden net even een plaatje van de Eurythmics doorheentjes. Ja. Omdat we nog niet helemaal... vooral ik nog was niet helemaal goed voorbereid. We waren nog niet helemaal ready, steady, go. We hebben namelijk zo weinig tijd. Ja, inderdaad, joh. Nou, ik wil bijna zeggen, heel Nederland zegt van... lekker thuiswerken, lekker weinig te doen. Nou, er was bij mij thuis niks van te merken, hoor. Nee. Ik zat van begin tot eind van de dag tot 6:45 zat ik nog lekker te werken. Tot 6:45 had ik pas tijd voor het draaiboekje. Kijk. Maar ook die kregen we weer moeiteloos gevuld. Ja. Want er is genoeg om over te lullen. ja, alles wat getypt is nu geleden is weer uitgehaald. Ik heb er nog de laatste 12 paar A4'tjes die ik had, die kreeg eruit. Maar verder had ik er niks meer van kunnen maken. Maar we hebben natuurlijk, er is van alles gevonden van wat er nog mogelijk is van de competitie. KNVB heeft afgelopen week het een en ander besproken met de clubs. Daar waren niet alle clubs het mee eens. Daar gaan we het zo eventjes over hebben. Kijken wat het voor gevolgen heeft voor de rest van de komende maanden en voor deze competitie. Ik kijk misschien ook wat de landen om ons heen allemaal doen, denk ik. Hè? Nou, er zijn wel wat beslissingen gemaakt. Want die hebben al wat knopen doorgehakt. Ja, her en der. Terwijl wij nog een beetje op zijn Nederlands zitten te wachten wat de rest doet, zeg maar. Ja, in België lijkt dat, maar dat is ook niet 100% zeker. Nee, die gaan ook vergaderd worden. Daar moet nog iets voor zijn de clubs het wel eens. Ja. In Nederland niet, maar nog niet, maar in België wel. Ja. En daar moeten nog wel knopen... Er is een knoop doorgehakt, maar er moet wel beslist worden. Ja, in België is er ook wel iets meer paniek, hè, als in Nederland. Ja? Mijn zwager die woont natuurlijk in België. En dan kreeg je dan wel zo'n... Maar ja, sowieso zit iedereen daar nou in lockdown, hè? Ja, dan mag niemand naar buiten. Ja. En het gaat daar. Ze staan er economisch gezien ook wel minder florisant voor dan Nederland. Vandaag ook alweer dat iets van 20-30% van de mensen in België nu al de maandelijkse reserves moeten aanspreken om überhaupt een brood op de plank te krijgen. Ja. Dus dat is sowieso daar een heel andere situatie. Hè? Dus, ja, dat is ook zo. Laten we alsjeblieft België niet als leider uitpakken. Nee, dat is ook zo. Nee, wat je zegt, Tjerk, inderdaad, die gingen volgens mij volgende week pas ergens praten over dit voorstel, wat ze wilden gaan zetten, inderdaad. Ja. Wat ze eigenlijk vrij dwingend opzetten. Maar... Want dat leek gisteren in de pers dat het inderdaad beslist was, maar dat is dus niet. Nee, dat is nog geen beklonken zaak. Maar daar gaan we zo meteen eens eventjes goed beschouwen. En Nicolai heeft natuurlijk wel wat... er gaan wat contractenbesprekingen zijn natuurlijk gaan. Er zijn wat spelers waar we afscheid van gaan nemen. En wat spelers die afgelopen contracten hebben waar we graag mee door zouden willen. Ja. Nou, dat is nu gaande. Het spelletje is begonnen. Het spel is op de wagen. Ja. En dat gaan we eens even bekijken. En we gaan natuurlijk nog kijken wat we de komende weken allemaal zonder voetbal kunnen gaan doen. En tussen gaan wij een beetje op adem komen. Ja. Ik even een paar welverdiende nipjes van deze koffie nemen. En ondertussen zet ik een plaat van een minuutje of 6 aan. Kijk. Oh. Tijd zat. En dan met die end, standard deliver. Dan doen we de fade-out nog eventjes. Fade-out. Hé, hebben we nou weer een echootje al staan? Dat was niet de bedoeling, ik heb een schuif te veel opgezet. Ik vond het wel leuk. Oh, interessant, effect. Echo. Oké. Er zijn wat dingetjes veranderd, hè? Ja. Wat was er allemaal van? Een uitbreiding van wat maatregelen van het RIVM.
uitgesteld tot 28 april, ja, geloof ik of zo. Ja. Kortom, iedereen houdt zijn kinderen nog thuis tot 28 april. Dat is de volle kiet. Ook heel leuk. Fantastisch. Het is wel leuk het verschil. Kijk, mijn zoontje is pas 4, dus dat is, die is hartstikke schattig. Die is een beetje aan het Lego en zo. Maar je hebt dus ook mensen en die beginnen steeds wanhopig te worden met puberende kinderen thuis. Ja. En die zie je... collega van mij die begon de eerste dag echt met volle moed. Begon die aan thuis. Lekker veel tijd, hè, ook thuis. Maar die zit inmiddels met echt enorme wallen onder zijn ogen. Die slaapt ook bijna niet meer, want die vindt ik verschrikkelijk. Ja. Die kan zijn huis niet meer uit. En die zit met twee of drie puberende dochters. Oei. Ja, die is niet vrolijk. Nou, ik vond het heerlijk vandaag. Ja? Ja, ik heb nog één dochter thuis, van 17. Ja. Ja, die komt om 2:15 uit bed. Heerlijk, joh. Nou, een hond. Moet die niet, en toen dacht ik, dus ik zeg, nou? Zul er niet eens onder wel eerder uit bed komen? Nou, ja? Nee, want ja... Ik zeg, nee, maar pap, ik ben om 10 uur begonnen met school en... Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is wel zo. Ja, echt waar? Ik word er allemaal een beetje stil van. Heb jij wel verantwoordelijke kinderen? Ja. Dat hebben ze van de moeder, denk ik. Ja, dat zal wel. Ja, het zal bij jou niet zijn in ieder geval. want meneer werkt ook thuis, maar staat tussen gewoon zijn schuur te schilderen en... jou, hoor. Man. Normale mensen moeten als ze een keer weekend vrij hebben, gaan ze naar een jachthaven. Maar hij gaat juist... Ja. Om de dag schilderen met die handel. Schilderen. Oh man. Ja, hey, ja, want we kregen... Nou ja, ik zit even kijken. Ik zit hem eventjes even het nieuws een beetje door. Er is zoveel nieuws gekomen. Updates. KNVB wil dit. UEFA wil dat. Ja. FIFA mikt op dit en zus en zo. Nou, in ieder geval, de KNVB mikt op half juni voor de herstart van de Eredivisie. En in de Eerste Divisie. Ja. En dat was dus eventjes het nieuws van afgelopen woensdag. Afgelopen dinsdag zijn ze namelijk bij elkaar gekomen. Op een videoconference natuurlijk uiteraard. Om daar de KNVB dus, die de clubs aan het bijspreken was... Over hoe die drie scenario's nou in elkaar zitten. Wat zij voor ogen hebben. En een daarvan is dat ze mikken op half juni... om de herstart van, van het betaald voetbal streven ze na. En dat hangt ook heel erg aan het streven van de UEFA. Hè? Om voor 3 augustus... zeg maar een uitkomst te hebben van wie gaan jullie allemaal afdragen voor de Europese toernooien. En KNVB gaat daar gedwee in mee. Maar de clubs... En wat ik nergens zie, is dat de clubs het niet mee eens zijn. Jawel, joh. Nou, intussen wel. Ja, Ajax heeft al gezegd, we moeten stoppen. AZ. Nee, niet mee eens zijn, maar je ziet vaak van, die club vindt dit, die club vindt dat. Ik hoor nu Ajax. Overmars moet ik eerlijk zeggen, jongens. Hij is wel de eerste die roept. Ja. Nu gevolgd door Gerbrands en door AZ, hoorde ik zojuist. Ja. En Feyenoord intussen ook. Feyenoord en Willem II ook. En natuurlijk ADO en Fortuna. Ja. Maar dat is Willem II? Ja, Willem II die heeft ook gezegd. Willem II? Ja. Oh. Ja. Net boven de streep. Die staan best goed eigenlijk. Ja, die was zeker. Maar die staan misschien nog wel voor play-offs of zo. Ja, die staan nou nog wel voor play-offs. Die staan 6 of 7 of zo. Nou, in ieder geval nog genoeg voor play-offs. Ja, dus niemand weet toch wat er gaat gebeuren. Maar ja, volgens mij worden we nog in een werk. Nou, dat herstarten en dan tot 3 augustus, jongens. En dan lees ik ook in dat UEFA gaat iets zeggen over het feit van dat je dan na 1 juli nog kan voetballen. Ja. Nou, volgens mij heeft iedereen een contract tot 1 juli. Ja, daarom, dat kan het is niet. Volgens mij gewoon onmogelijk. Nee, dat kan gewoon echt niet. Nee. Nee. Er is al met dat Bosman arrest al zoveel gezegd en over gedaan dat ze dat niet kunnen bepalen. Dan gaan ze het nu wel bepalen. Ze willen het weer gaat doen, volgens mij niet gebeuren. Nee, kijk, arbeidsrechtelijk gezien liggen ze vast tot 1 juli. Daarna zijn ze... Of transfervrij, of gaat het nieuwe jaar lopen. Ja. Dat ligt er een beetje aan. Ja. Maar je kan niet zometeen een speler zeggen... Joh, die transfervrij periode schuiven op met een maand. Nee. Dat mag niet. Ik bedoel, dat zou makkelijk zijn. Wat is er nou heel erg aan? Eventjes out of the box denkend. Ik lees heel veel reacties en ik denk van... dat zit en dat wel in. Na 30 juni loop je het risico dat je afscheid moet nemen van een aantal spelers. Ja. Maar... is het ook niet zo dat je dan ook weer nieuwe spelers kan halen? Nou ja, maar die kunnen dus pas per 1 juli. Maar stel dat je per 1 juli ook nieuwe spelers kan gaan halen. Ja. En je wil een speler halen die transfervrij is. Ja. Die kun je dan niet op 1 juli halen. Want die club die zegt dan, nou, maar die houden we nog even een maandje bij ons. Ja, maar jongens, ja, maar dat kan even het dus wel. Ja, maar ben even reëel. Er zijn clubs bij, dat las ik van de week. Die hebben 14 spelers die opgezegd zijn. Ja. Dus ja. Dan gaan we 14 man opzeggen. Ja. En dan blijf je nog met in sommige gevallen met 10 man over. Ja, jongens, het gaat niet gebeuren. Nee, in de praktijk zal het inderdaad niet zo heel makkelijk. Ja, je kan misschien dat er nog wel 4 bij komen vanaf 1 juli of zo. Maar heb je nog steeds geen volwaardig elftal wat op elkaar ingespeeld. De algehele voetbalbonden. Dit is gewoon zwaar onhandig. Ja, tuurlijk. Maar dat staat tegen. Ja, natuurlijk, zoveel wisselingen heb je natuurlijk ook niet in de winterstop. Maar in de winterstop doet zich soortgelijks voor natuurlijk. Ja. Maar wij vinden het natuurlijk allemaal niet leuk als er niet gevoetbald gaat worden. Maar laten we reëel zijn, jongens. Ja. Jongens, die moeten gewoon stoppen. We halen ons allemaal dit slaat toch ook gewoon nergens. Nee. We gaan nu ons eigen met z'n allen druk maken
over het feit of dat we dat dan nog moeten gaan doen. Jongens, stop er gewoon mee en begin opnieuw. Klaar, punt. Ja. En daar valt niemand te blamen, hoor. Echt niemand. Nee. En hoe ga je het dan oplossen? Even los van de discussie of dat er wel of geen publiek bij moet zijn. Hoe ga je het competitie technisch gewoon afronden? Waar kunnen we ons het beste mee vinden? Is dit de eindstand? Of gaan we daar in een werkgroepvorm de tickets verdelen? Of gaan we dit eindstand doen en op basis daarvan toch nog een paar wedstrijdjes in een playoff vorm gaan we dat doen? Of, nou, ik vind het beste voorbeeld eigenlijk, als ik wat een voorzetje mag geven. Ik zie in het amateurvoetbal dat ze gezegd hebben, joh, we stoppen. Ja. Ja? En als ik in de regio lees, is er maar één iemand, of ik moet het misschien gemist hebben, die heeft commentaar geleverd. Dat is een meneer Waslander van RBC. Van RBC, ja, die woest was, waarbij die genadeloos afgemaakt werd in het artikel. Ja. Jongens, niemand gaat daar commentaar op leveren. Nee, jongens, we moeten toch gewoon stoppen en er wordt niks uitgeroepen. Laat die stand voor volgend jaar en dan zijn we toch gewoon klaar. Ja. En daar kan toch niemand ontevreden over zijn? Ja. Hè, eerlijk is eerlijk, wij hebben een periodetitel. Dat is hartstikke mooi, is ook het enige tastbare wat een club in de eerste divisie heeft, samen met de andere twee perioden. Ja, het is natuurlijk zonde voor Cambuur en voor de Graafschap. Ja, dat is natuurlijk ook voor die supporters is dit natuurlijk gewoon echt ongelooflijk rot. Ja. Laten we het zachtjes uitdrukken. Als dit het scenario is, natuurlijk. Ze bevriezen alles. Ja, precies. En we gaan volgend jaar weer opnieuw beginnen. Ja. Alleen aan de andere kant, je kan toch ook wel, als je een beetje menselijk gevoel hebt, dan snap je natuurlijk wel dat dit niet kan. Ja. Ben je dus niet. Het wordt anders als nou op 28 april alles wordt vrijgegeven, wat ik niet verwacht. Maar stel dat ze dat zouden doen, dan heb je 2 maanden om nog wat wedstrijden te spelen. Dan kun je in een play-off systeem gaan werken. Ja. Als dit nog een maand verlengd wordt, dan ben je kansloos. Ja. Dus ik denk dat je sowieso moet je zou 2 of 3 scenario's moeten bedenken. 1 met we kunnen weer op 28 april. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, we kunnen nog 2 maanden een soort play-off systeem voetballen zonder publiek. Ja. En dan, of mondjesmaat publiek. Ja. En dan heb je nog een terechte degradant, promovendus of Europees voetbal. Ja. Maar als dit tot 1 juni, misschien halverwege juni gaat duren, ja, ga weg man. Nee, nee, volgend jaar het EK, dus je moet apart weer op tijd klaar zijn. Ja. Klopt. Ja, alles wijst erop dat het gewoon ophoudt. Want en voor mij part begin je dan even eerder, want bedoel, laten we eerlijk zijn, dan begin je misschien iets eerder. Ja. Waardoor je daar ook wat meer ruimte krijgt aan in de kalender. Zo moeilijk is het dan volgens mij niet hoor. Maar mits de ellende al in augustus ver over is natuurlijk. Dat is ook maar de vraag. Hè. Absoluut. En dat geldt ook niet voor elk land. Wat dat betreft zijn we ook afhankelijk van het buitenland. Of dan we onze competitie wel kunnen laten beginnen. Kijk, ik denk wat ik een beetje raar vind, is dat je in ons land opmerkingen ziet van we moeten wachten op de UEFA. En in België zeggen ze, nee hoor, wij beslissen dat als, zeg maar, ECV heet het geloof ik. Ja. In België heb ik zo'n soort clubje, zeg maar. De partijen bij elkaar, alle clubs bij elkaar. En die zeggen van, joh, wij hebben dit is eruit, dit is het advies, punt. Ja. En zo willen wij het. Ja. Nou, en dat kan dan, bij ons kan dat dan weer niet. Ja, ik begrijp dat niet. Ja. Nee, ja, ik snap het. Maar ik vind het sowieso heel raar dat de UEFA en de FIFA, die hebben ze altijd, die voelen zich verheven boven de wet. Ja. En dat leek een tijdje wel wat minder. En die hebben natuurlijk wel een redelijke tik op de neus gehad met Blatter. Ja. En je hebt nou gewoon het idee dat je denkt van jongen, jullie leven echt in een soort ivoren toren, in een luchtkasteel. Want die zitten daar met z'n voetbal is het belangrijkste van de wereld. Nee, je kunt op dit moment, de komende maanden, nog geen fit. En ook al heb je Europees voetbal. Denk je dat er begin volgend jaar al 2000 mensen van Amsterdam naar Milaan mogen bijvoorbeeld? Gaat niet gebeuren. Nee, dus dan ga je dus weer zonder publiek. Nou, voor wie voetbal je nou? Voetbal je nou voor de FIFA of voor het publiek? Ja. Zorg dan eerst dat je gewoon alles gaat doen tot het publiek weer. En dan ga je dan pas weer praten over voetbal. Joh. Je moet maar eens in Valencia vragen wat ze daarvan vinden. Dat ze met z'n allen naar het stadionnetje mochten komen. Ja. Het is toch gewoon echt bizar. Ja. Ja. Echt bizar. Dus als je dit kijk, achteraf is mooi wonen, hè? Nee, dat klopt. En ze hadden veel eerder in moeten grijpen. Maar ook wij, en dan moet ik ook hand in eigen boezem steken, heb ik heel lang gezegd van, joh, dus zo erg is het allemaal niet. Wij stonden op punt om naar Cambuur te rijden. En we waren zonder een blik of bloos, waren wij die kant op gegaan. Waar we gaan. Zoals je het nu... Varen we blik op. Ja. Nu denk je, je bent knettergek geweest dat je het überhaupt al in je hoofd had om daar naartoe te gaan. Ja, dus de tijd gaat nu ook zo, verandert zo snel. Ik denk dat ze daar in Leeuwarden wel heel blij mee zijn, want daar is heel weinig corona. Ja, tot nu toe. Ja. Ja. En alleen in Groningen was even een hotspotje, hè? Vanwege wat vindt die kat boys die op wintersport waren. Ja. En Friesland was nog redelijk schoon wat dat betreft. Ja. Ja. Het is ook, stel je... Theoretisch zou het lukken, krijg je het in een agenda gevormd. Dat je om de week 2 wedstrijden speelt zonder publiek of zo. Mm-hmm. Dan moeten de spelers het zelf ook nog willen. Hè? Ja. En die aanvoerders zijn zich nu ook aan het organiseren. Met name die van de Eredivisie. Die zeggen van ja, wij gaan wel een blok vormen. Want wij willen echt keiharde garanties. Ook namens RIVM. Van,
wat gebeurt er op het moment dat wij toch, ondanks dat wij dan spelen, dat wij dus toch besmet raken. Je ziet dat er mensen toch niet schadevrij achterblijven, zeg maar. Nee. Op het moment dat ze zo dat coronavirus ondergaan. En er zitten zoveel haken en ogen in voor de acteurs die het ons moeten gaan brengen op het veld. Die willen zich daar niet zo makkelijk aan blootstellen. Ja. Want hoe ga je in godsnaam een 1,5 meter bewaren in zo'n setting als voetbal? Ik ken wel wat verdedigers die het gelukt is om een heel seizoen op 1,5 meter van een tegenstander te blijven. Dus ja, die kunnen we nog wel opzetten. Daar kunnen wij er wel even wat of twee mee vullen, dat denk ik ook wel. Maar het is natuurlijk te belachelijk voor dat het wordt dit weekend 22 graden en iedereen moet binnen blijven. En een paar jongens met een pak aan die beslissen over het voetbal, die gaan nou bepalen dat er dus nog steeds 30, 40, 50 man bij elkaar moet gaan staan om een... En wat naast de spelers heb je ook nog. En de mensen op de bank, je hebt de technische staf, je hebt de verzorging, je hebt de mensen die überhaupt... Gewoon in mijn ogen niet, echt kan niet. Nee. Kan gewoon niet, dat kan is gewoon praktisch gezien. Wat ze ook kunnen doen, maken er een e-sport competitie van. Ja, dat is zo succes. Dan selecteert iedereen één speler uit zijn eigen team. Oh, ja. En die moet dan tegen de rest FIFA op de PlayStation en de winnaar daarvan, die mag Europees voetbal. Oh, ja. En dan mogen alle teams bij elkaar. Ja. En dan... dat ga ik van het weekend ook... Ja, of gewoon penalties, hè? Ja, penalties allemaal. Penalties nemen. Ja, alleen maar, ja. Ja, kijk. Ja. Ja, net zoals in het ijshockey. Dat ze dan met één iemand, dan moeten ze vanaf de middenlijn moeten ze dan richting de goal toeschaten. Oh ja, dan shoot-out. Dat is natuurlijk wel leuk. Nou moet ik wel zeggen, als we nou er toch over gekke dingen hebben. Is jullie opgevallen dat in de rust doen we dan latje trap? Ja. Oh, ja. Nou, daar bakken ze toch echt helemaal geen echte reet van, hè? Oh nee, nooit. Helemaal niks. Maar wel lachen. Dat is, ja. Ja. Nee, ken ik. Gladde schoentjes aan. Ik ken er niks van, jongen. Ja, er zijn er wel een paar geweest die het een keer geraakt hebben. Ja, ja. Ja, de start. Ze voelen dat toevallig allemaal. Met puur geluk. Maar, ken ze toevallig, zeker twee van, die ken ik zeer goed. Ja, dat is... Nee, ja, wat je zegt, het ziet niet gebeuren. Nee. Kan niet. Nee, onmogelijk. Het is toch ook, het klinkt raar uit mijn mond, hè, want voor iedereen die hier staat, is voetbal echt een bijzonder groot deel van het sociale leven. Maar het is maar voetbal, hè? Uiteindelijk is het maar voetbal. We hebben het niet over een beroepsgroep wat nou echt zo vitaal is voor de samenleving, dat dit moet blijven draaien. En dat beseffen ze zichzelf ook, van joh, dat is een flauwekul. Ja. Die gaan we onszelf toch allemaal niet aandoen. Nee, toch? Nee, inderdaad. Ja, het is nu alleen een zaak van, oké, stoppen ermee, maar hoe gaan we dit verder afhandelen? Ja. Daar gaat zich nou met name alles op richten. Ja. En ik denk dat er heel veel mensen toch in het voetbal zoiets hebben die vrij inschikkerig zijn van, oké, pas op de plaats, even voor het grotere goed. We bevriezen de boel en we beginnen overnieuw. Ja. Zover zijn mensen al gedachten van, daar zijn we al toe bereid, want dit is nooit op een eerlijke manier te doen. Ja, het is echt heel jammer voor... He, de Cambuurs en de Graafschap, die ik echt een promotie... die verdienen dat. Ja. Op basis van wat ze hebben laten zien. Ja. Oh nee, zeker. En, dat is hard klaar. En ik vind ook de saamhorigheid die uitspreekt in sommige gevallen. En wat clubs er ook aan doen. Ik bedoel, ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik zag bij de Graafschap in het stadion een filmpje van Denk de Voorzitter. Mm-hmm. Moet je ze naar kijken. Echt heel indrukwekkend. Yep. Heel mooi filmpje, absoluut. Uh-huh. Vandaag zijn we allemaal gebeld. Op de meeste? Ja. Hoe dan ook? Door Dame Peta? Nee, ik was mijn slaap. Ben je niet gebeld? Nee. Nee. Ik ben al 1912 lid of zo. En dan sta je op een heel ander betaald. Dan sta je op een ander lijstje volgens mij. Ja. Ja, ik heb al 8 jaar vooruit betaald. Ik sta altijd achteraan in de rij. En als dat dan ben je blij mee. God, ja. Maar we kunnen het wel even laten horen. We kunnen het misschien laten horen. Lukt dat? Nee, ik kan zelfs. Het is al ergens nog een Facebook MP3'tje voorbij. Ik heb het gewoon. Ik kan zo. Ja, ik kan het zo. Ja, hoor. Rollen zo maar te laten platje. Want het was wel een beetje slecht te verstaan. Ja, het was in ieder geval hoepnak. Dat was het belangrijkste boodschap. Hoepnak. Een hart onder de riem. Ja. Steken, ja. Nee, joh. Fijn toch dat ze dat doen. Absoluut, leuk. Ja. En wat betekent dat voor NAC? Hè? Dat zou betekenen dat NAC, dat was al vrijwel zeker denk ik, hè, dat NAC dan een jaartje er nog in blijft. Mm-hmm. Financieel hebben we er vorige week al het een en ander van gevonden. Van hoeveel, wat voor gevolgen gaat het hebben met sponsoren? Ja. Gaan ze wel of niet? Het zijn vooral de sponsoren. En we hebben daar ook nog even contact over gehad met Sander. Ja. En die zegt ook al van, joh, het is nu nog even heel onduidelijk. Ja. En zij weten zelf ook nog niet hoe de situatie is bij de meeste sponsoren. Dus hij heeft toegezegd sowieso hier een keer tekst en uitleg over te komen geven. Ja, maar het is nu een beetje prematuur om daar nu al over te praten. Dat is begrijpelijk, hè? En dat vind ik ook dat is begrijpelijk. Ja. Dus die kunnen we binnenkort wel een keer ontvangen hier. Ik had daar op Twitter een aardige discussie over met deze en gene over het beleidsplan van NAC wat er aan zou moeten komen en zijn. Ja. Nou ja, Luc
Lucky Luke heeft zelfs gereageerd. Het duurde een dag of drie voordat hij überhaupt op zijn Twitter zijn accountje kon vinden, denk ik. Maar hij heeft toch wel gezegd dat het eraan komt. En dat is misschien wel aardig, ze gaan het waarschijnlijk in een online forum delen. Ja, dat is de enige manier. Altijd dat... slim. ja. Altijd slim. Mensen commentaar laten geven vanuit hun huis. Ja. Ja. Lekker anoniem houden ook. Tik, 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 tik. Staat garant voor goede tekst. Maar goed, misschien dat je dan wel kunt vragen. Ja. Dat zou wel wel leuk zijn. Zeker, zeker. Wel kansen. Nou, ja, op Chris WM op Twitter, mm-hmm. de befaamde man die alle transfers en alles altijd uitzoekt, die heeft het gewoon gevraagd. En we hadden al eerder gevraagd, maar hij heeft het nog een keer gevraagd. Ja, en uiteindelijk kwam er nu dan de reactie vanuit het Friese, vanuit de Friese toren, zeg maar. Ja, die zal ook wel in Friesland zitten nou, hè? Ik denk, die werkt vanuit thuis, denk ik. Regeren op afstand. Ja, Hekker Romein. Ja, die zit veilig op zijn terp, denk ik. Ja. En de KNVB met ING in gesprek over noodfonds. Ja. Dat was ook eventjes gaande. Staking van... Ik zit het eventjes voor te lezen. In ieder geval, ze zijn bekijken of dat ze een soort van steunfonds... In ieder geval, waar ongetwijfeld zal er een hoop financiële schade geleden worden... onder alle takken van het voetbal. Mm-hmm. Om daar toch iets voor in te richten. Ik weet niet of de schade vannacht nou zo groot gaat zijn. Hè? Want, ja, nou ja. Kijk, het sponsorbestand zal waarschijnlijk volgend jaar een flinke deuk krijgen. Maar voor dit jaar is in principe zijn al je inkomsten binnen. Ik bedoel, je haalt maar 5% horecaomzet binnen. Ja, dus dat is in principe tussen aanleidingstekens te verwaarlozen. Ja, dit is niet te bakken. Ja, we zien maar een paar... we zullen wel een zwarte cijfers... een van de weinige eerste divisieclubs zijn die zwarte cijfers zullen schrijven. Ja, ik denk dat ook... Maar dat is, geeft een beetje een vertekend beeld van de werkelijkheid. Van volgend jaar. De gemiste inkomsten die volgend jaar ongetwijfeld zullen komen. Dat is, De sponsoren, de grote sponsoren en zo, betalen die in termijnen? Of hebben die de verplichting om... Ik heb geen idee. Ik zou het echt niet weten. Dat heb je natuurlijk nu wel. Hè. Kijk, stel dat de helft van je sponsors omvalt, die nog moeten betalen. Ja. En stel dat die nog de helft van hun sponsorbedrag hebben openstaan. Ja. Ja, dan maar ik moet wel zeggen, er was een item op tv, Nieuwsuur vanmiddag, waarin gezegd werd dat de faillissementen niet echt stijgen. Dat het nog moet die klap moet natuurlijk nog komen. Dat het gewoon op normaal niveau is, dat er geen gekke, rare pieken zijn nu al. Ja. Maar goed, dat duurt natuurlijk altijd even een paar maanden voordat dat... Arjan van Dijk is de failliet. Ja, Arjan van Dijk, maar dat lag niet aan de corona, hoor. Nee, hij zei van wel, maar... Nee. Dat lag niet aan de corona. Nee, absoluut niet. Nou ja, er zijn wel van sectoren die er juist heel erg gevoelig voor zijn dat mensen niet de deur uit mogen. Er zijn ook weer sectoren die er juist wel grote wilde bij kennen. Want ik heb volgens mij de afgelopen weken... net zoveel besteld als ik de afgelopen 3 jaar heb bestaan. Ja, dat is ongelooflijk. Online. Nou, Arjan van Dijk, moet ik wel zeggen, in de oude, zeg maar, door de jaren heen, mm-hmm. toch wel ook een hele trouwe NAC-sponsor. Ja, zeker. Jarenlang gedaan. Nou, daarom. Absoluut. Ja, uitend met een rare paleis van hem. Hè? Ja, in de Wernhout. Nee, maar inderdaad, ik bestel me ook helemaal ziek. helemaal gek, joh. Heel PlayStation-spelletjes, kleren, ik bedoel helemaal speltjes voor nieuwe dagpijlen. Ik heb nieuwe dagpijlen. Ja, mijn vriendin is heel blij met de PlayStation die ik heb gehad. Die heb ik gekocht. Ik heb er ook vijf minuten op gemogen. Ja. Maar jij vindt het naar kijken vind je ook leuk. Ja, nou, ik vind het ook leuk om te... Ik heb er ook 5 minuten op gemogen. Ze is helemaal zoet. Ja. En ze zegt niks meer en zo. Oh, dat is fijn, hè? Ja, dat is... Oh, daar doen we het rust. Allemaal voor, hè? Er zijn wel betere PlayStations voor om de stil te houden, toch? Ja, oké. Okay. Wij gingen woensdag even een filmpje opnemen voor Breda Nu. En normaal gesproken, ik ben s'avonds natuurlijk nog wel eens weg. En dan kan het zijn dat ik wel eens wat langer ergens blijf, dus niet thuis eet. Ja. Dan gaat het bij ons normaal gesproken als volgende. Schat, het loopt toch iets uit. Ik kom waarschijnlijk niet thuis. En dan krijg ik een bericht terug met... Ja, oké, prima. Maar ik had er eigenlijk wel op gerekend. Weet je, zoiets met mensen van... En nou was het. Schat, ik heb nog iets langer de tijd nodig. Oké. Oké. Okay. Dus kijk ook zoiets van, joh, blijf lekker weg. Eindelijk het Rijk alleen. Ja, toch. Nee, ik durf te wedden, die zit niet naar de radio te luisteren vanavond. Nee. Die zit lekker in Rekken en Klenk of zo. Ik weet niet of de PlayStation... Rekken en Klenk. Dat klinkt als iets heel smerigs. Ja, nee, het is allemaal heel kuis, hoor. Dus, het ziet er allemaal heel prima, helemaal verantwoord uit. Maar nee, die is helemaal zoet. Dus... Maar werken. Ik maar werken, ja. Ik maar werken. Zweten.
Hey, moeten wij nog iets? Ik zit eventjes door het boekje heen te platje? Bladeren. Ja. Ik denk dan toe aan een plaatje. Een plaatje. En dan een Nicolai even. Nicolaitje gaan we eventjes doen. En tussen kunnen we misschien even kijken of dat misschien zo Marcel nog eventjes in de uitzending kunnen trekken. Ja. Nou. We hebben natuurlijk wel een verbinding openstaan die mogelijk bezet zou kunnen worden. Ik denk dat wat mij betreft mag iedereen lekker in de uitzending meedoen. Dus, hey, een verzoekplaatje. We moesten nog een plaatje hebben. En toen kwam Tjerk met de volgende. Oh. Iets met een bootje. Oh, met de raad? Ja. Hai. Ja, die raad moet de keuken uit. Dat is een probleempje. Moeten we oplossen. Dat doet Joepie voor. Ja, hey, fijn. Bij direct aan Hans Kopier hebben wij deze donderdagavond ook maar even een UB40 plaatje erin gegooid. En Nicolai. Ja, Nicolai. Nicolai. Ja, dat was de volgende. Want ja. Nicolai heeft natuurlijk een aflopend contract. En wat lezen wij in ons krantje? Onze technisch manager. Manager, hè? Manager. Ja. Directeur, dat doen we niet aan, hè? Die de titel luidt: een technisch manager NAC maakt een slechte beurt bij contractbesprekingen met Olij. Ja. Nou ja, dan moet je altijd met een schepje zout nemen. Blanco is geen fan meer, hè? Nee, die is af. En, ja. Ja. Dus dan krijgen we dit soort titels. Ja. Kijk, dit is natuurlijk het spelletje natuurlijk van zaakwaarnemers. Die zetten zich schrap en die trekken zich terug. En die willen nog eventjes ondersluiten kan. En natuurlijk, ze hebben allemaal groot gelijk. Ja. En in het geval van Nicolai, moeten we blij zijn met deze jongen natuurlijk. Hij is wel een van de beste keepers van de eerste divisie. Hij staat nou niet echt in de grote nadrukkelijke belangstelling van eredivisie clubs. Niet meer, dacht ik. Dat weet NAC ook, dus die zal ook wel goed kijken waar ze het geld aan uitgeven voor het komend seizoen. En ze weten nog niet eens waar het geld uitgegeven gaat worden. Het is toch een onderhandeling? Of onderhandeling. Ja. Je mag wel altijd een blijk van waardering geven, hè? Maar een blijk van waardering kan ook in andere dingen zitten. Ja, precies. Maar die komt vanzelf wel. Maar als je bij je eerste bot al meteen zegt van, joh, ik weet niet wat die jongen... Maar loopt zijn contract af? Ja. Nee, 21. Nee. Ja, nee, oh. Voor mij willen ze een jaar openbreken en verlengen. Ja, inderdaad. Tot de zomer van 2021 inderdaad. Dat klopt. Ja, hij heeft geen afgelopen contract. En ik las ergens ook dat hij wil eigenlijk hetzelfde dienen als de Spanjaarden. Ja. Daar kwam het op neer. Ja. Als we dan de bron moeten geloven. Ja. Bron, ja. De zaakjes. De baron. Hij wil hetzelfde als de Spanjaarden en dat luidt als... Ik heb geen idee, maar... Oh. Hij wil hetzelfde level zitten. Ja, hij wil op hetzelfde niveau qua salaris. Nou, dat snap ik wel, want ik laat eerlijk zijn, Van Hekken... en de Spanjaarden, die zijn aardig aan het voetballen. Ja. 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 En ja. Ik zou graag, als ik dan mag zeggen... Kijk, we kunnen natuurlijk wel eens een beetje lachen om de vlieg of om de mug, of hoe we het mogen noemen. Maar ja, ik zou toch ook daar wel eens een balletje op willen gooien om hem nog een jaar te huren. Zeker. Of om daar eens te kijken of we daar iets mee kunnen. Die komt sowieso nog tekort voor FC Utrecht. Ja. Daar is hij eigenlijk kun je wel kort over te licht voor bevonden. Ja. Om het zo maar even onder. Dat is nog steeds zo. Maar, we hebben het over Boucher, hè? Maar het is wel een goede voetballer. En ik zou hem ook wel laten. En je moet wel... Kijk, Nicolai moet er gewoon een beetje geld bij krijgen. Ja. Vind ik ook. Ja. Dat is een van de sterkhouders van het team. Ja. En eindelijk weer eens een keer een keeper waarvan als er een terugspeelbal komt... dat je niet meteen met hartslag 140 denkt... Oh, hij schiet eroverheen. Ja. Of zo, weet je. Ja. Brengt heel veel rust, hoor. En heeft ook een goede kop. Ook dan. En vertelt ook een goed verhaal. Ja. Ja, dat is zoveel ook lang geleden. Dat is zoveel waard. En die jongen krijgt er ook wat bij. Alleen daar begin je niet mee. Hè? Je geeft iemand een contract onder dezelfde condities. In de hoop dat hij tekent. Dat hij zo blij is. Dat hij zegt, nou, dat gaan we doen. Want dan scheelt het jou. Ja, dan ben ik van 30.000, 40.000 euro per jaar. Ja. Hè? En nu kunnen ze er een beetje bij gaan doen. Ja. En, kijk, zijn zaakwaarnemer zal altijd roepen dat er weinig is. Ja. Hè, want dat is een rol. Ja. Hè? Dat is, ja. Dus er zijn er ook weer mensen die zeggen, het is echt, zie je, het is echt een piep manager. Want daar kan er niks van. Ja, joh, wacht dan maar gewoon even. Ja. Ja, nee, dat is precies zo. En wat jij net ook zegt, hè, je kan de waardering kan je laten blijken in meerdere vormen. Het kan natuurlijk in de salarisstrook zijn, maar dat kan ook een duur van het contract zijn. En absoluut. Een wel of geen gelimiteerde transfersom. Grotere auto. Grote auto, hele interessante opties. En waar het blijkt van, joh, we hebben echt wel vertrouwen in jou. En we willen jou voor ons behouden. En we willen ook... En Alex, centje aan je verdient natuurlijk. 90 moet... vakantiedagen die jaar. Daar heb je het al. Welke beroepsgroep heeft er nog meer? Ja, hey, anderhalve ton. Dat is niet zomaar gezegd, nee. Dat je boterbouwer voor moet worden. Ja, zo jammer dit. Zo jammer. Waar is Marcel als je nodig hebt? Ja. Hij moest gemaakt. Oh, goh. Hey, nou we het toch over Kali hebben. Dingen die we altijd even moeten benoemen elke uitzending. Waar is hij eigenlijk? Ja, weet ik niet. En komt hij 30 juni komt hij weer terug? Ja, hij staat onder contract, dus hij moet zich melden. En anders is contractbreuk en meteen uitflikkeren. Ja, inderdaad.
Dus dat lijkt mij niet. Maar ook volgens mij is er ook. Ik kijk niet zoveel social media, maar volgens mij is hij daar ook helemaal op stil. Ja, maar dat snap ik wel. Oh ja. Ja. Want als hij iets op dat ding zet, dan wordt hij gelijk afgezeist. Maar, is die man überhaupt nog in Europa? Nou, hij heeft volgens mij op zijn Instagram en zo, en dat soort dingen, heeft hij volgens mij nog na zijn overgang naar Virton. Ja. Heeft hij volgens mij nog één keer iets geplaatst. En dat kwam natuurlijk vanaf een terrasje. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. En daarna was het volgens mij helemaal blanco. Nee, helemaal niks. Bizar, hè? Nee, dat klopt. Ja, ik vind het echt heel maf. En ook dat daar ook vanuit. En ik vind ook, dat vind ik heel slecht van NAC ook, dat daar geen duidelijkheid over komt. Dat niemand weet waar die jongen is. Misschien. Natuurlijk weten ze dat wel. Kom op. Nou, alleen waarom zou ze het communiceren? Wat schiet er mee op? Niks. Ja. Maar weet je. Daar wil ik zijn. Stel voor, je bent Tom van de Nabelen. Ja. Dan ga je toch niet. Ja, jongens. Kali is bij Virton en dat is het. En die meldt zich weer bij de eerste de beste training. Ja, zo maar gaat hij het. Is dus niet bij Virton. Dat is dus het hele idee. Hij is daar dus één keer geweest en daarna is hij daar nooit meer geweest. Ja, om zijn auto op te halen is hij weg. Ja, die man is daarna nooit meer daar geweest. Dus die man is weg. Niemand weet waar die is. Ja, misschien. Ja, laten we hopen dat ze weten dat hij is. Maar misschien, en dat is misschien een speculatie. Pure keiharde speculatie. Ik heb het idee dat daar wat meer aan de hand is. Dat moet haast wel. Het zou mij eigenlijk heel. En dat is heel gevaarlijk wat ik nu zeg. Ik wil niet gepakt worden voor smaad. Maar het zou zomaar kunnen dat die jongen misschien in Zuid-Afrika ergens in de kliniek hier of zo zit. Want dat idee begin ik inmiddels wel te krijgen. Ja, nou, dat is. Dat denk ik dus. Maar dat, volgens mij val je daar juist vanaf. Nou, dat weet ik niet. Nou ja. Toch? Ik ken mensen die stoppen met zuipen en of andere dingen die daar niet dunner van zijn geworden. Dat kan wel vast gebeuren. Ja. Ik ben trouwens ook van een NAC af. En sindsdien ben ik 5 kilo afgevallen. Dat is te zien, jongen. Is dat, is dat bij jullie ook gaande? Want ik ben echt aan het afvallen. Ja, maar dat komt niet van dat ik niet in NAC ga. Ik weet niet, komt dat door dat mindere zuipen? Of misschien dat ik nou thuis zit? En ik moet zeggen, de laatste keer dat ik een frietje op heb, is ook wel echt wel 3,5 week geleden of zo. Als ik 5 kilo afval, dan blijft er niks meer over, joh. En de gyros, niks meer. Ik raak niks meer aan, joh. Een bakje vlees. Ja, ik ga het straks gewoon weer bestellen. Ik ga het gewoon doen. Gewoon lekker, man. Kebappie. Gaat gewoon doen. Nee, maar jij kent hebben. Jullie allebei trouwens. We hebben trouwens nog wel. Ik heb nog een plaatje over van vorige week. Dan kunnen we het als we na dat plaatje kunnen we dan mooi afronden met een grabbeltonnetje en waar we het komende weekend allemaal in gaat zitten. Ik weet niet waarom dat we deze wilden hebben, maar dit was een verzoekje volgens mij van onze Marcel. De Pino, die ik zeg. Ja, dat is een mooie plaat. Jawel. Ja, zeker. Ik weet niet of dat hier al meteen begint. Gitaar, hey. Maar goed, jongens, straks een grabbeltonnetje. En dan gaan we afronden. Tot zometeen. Zo, zit het nog wat? Oh, lekker. Ja. Dan heb ik een rode lampje in je gezicht. Nou. Ik zie je de rode licht. Heerlijk plaatje. Oh, ja. Fijn. We hebben nog een extra luisteraar, hoorde ik net. Ja? Ja? Ja. De Kapper. Oh, de Kapper. De Kapper uit Zundert. Ja, van Idee Coiffure, onze sponsor. Ah. Kijk, goed zo. Kappertje. Nou, als hij ook thuis knipt, ik heb inmiddels een soort helm op mijn hoofd. Voor jou had hij een extra grote schaar. Kijk, goed zo. Goed zo. Mooi. Ja, dat is een trotse sponsor van derad.nl natuurlijk. En daar zijn we ook heel erg trots op. Zeker, zeker. Daar zijn we echt heel blij mee. En speciaal voor de Kapper uit Zundert doen wij... wacht even hoor, ik moet even deze... Wel goed neerzetten. Jongens toch, ik ben Doe dat nou eens goed, jongen. Ik zet er iets in en dan doet hij het niet. Nee, hij doet hem niet. Hij wil hem niet geven. Hij wil hem... Die muis zit vast. Volgens mij zit hij helemaal vol gepropt met desinfectie. shit. Dat kun je de muis ook niet tegen, hè? Hij loopt ook voor het gemak, maar gewoon helemaal vast ook. Oh, kijk, wacht even, hij staat er wel in. Nakpraat, grabbelton nieuws. Ja, die schuif ook niet eens open. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is, hoor. Het gaat weer lekker, hè? Hoe lang zit er al bier op? Er zitten wel virusjes in hier. Nou ja, ik druk er op de klom, maar had die schuif altijd al omhoog en nou weer niet. Nou ja, die gaan we eens eventjes goed doorspuiten zo meteen. Dat was die andere PlayStation waar die het over had. Ik denk dat mijn vriendin ook zit te luisteren. Hé, hey. Ja. Waar zijn we mee bezig? Even kijken hoor. Het seizoen ten einde voor de hele nacht jeugdopleiding. Want we beginnen altijd het item, de grabbelton, altijd met de nachtjeugd. Maar ook dat item is ten einde. Ja. Ze stoppen ermee. Per direct heeft de KNVB bepaald. En dat geldt ook voor de amateurs. Ja. En gelijk opgaan, ze vallen ook een beetje onder het amateurvoetbal. De jeugdtak van het betaald voetbal. Stimmt. Dus het gaat gelijk opgaand. En wat je daarmee kan horen is... dat betekent trouwens dat ze ook... Er komen geen eindstanden, ook geen kampioenen, ook geen promovendi... Ook geen degradanten, dus eigenlijk wordt alles bevroren. En ze beginnen gewoon in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.
Dus, ja, maar... dan gaat ook de hele jeugd weer op scope. Ja. Dus dan de jeugd is niet meer wat het... Dit is bij deze dit format klaar. Ja, nee, inderdaad. Want er gaat natuurlijk wel komend seizoen heel wat gebeuren met omzetting. Hè, waar je op doelt. Er gaan onder 23 gaat... Ah, dat is Marcel! Ja, is die! Ja! Marcel is er in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, jongen. Ja. En daar is live vanuit... Tanzicht. Leeft ook direct vanuit Tanzicht. Op de antenne. Kijk. Iets beter in beeld. Heel goed. Scherm. Hoe is Marcel? Ja, goed jongen. Ja, heel goed. Dus met jullie? Ja, we gaan rustig hier. We hebben net de hele debakel om het... het is meer duidelijk geworden, hè, over wat we gaan doen met het afronden van de competitie. In België lijkt het erop dat ze ermee gaan stoppen. De AZ, Ajax, PSV, Feyenoord en er scharen zich nog meer clubs achter. Die willen gewoon per direct stoppen. De eindstand, dit is bevriezen. En gelijk hebben ze, want het is volgens mij één ding belangrijk. En dat is de volksgezondheid. Ja, dat is heel simpel. Ja, het is gek werk natuurlijk. En het is al schandalig dat de KNVB geen knoop heeft doorgehakt. Dat is echt heel schandalig. Ja, dat is wel iets wat bijvoorbeeld Mark Overmars ook wel, de KNVB, laakt van... Nou ja, jullie hakken geen knopen door, terwijl het zo klaar als een klontje is. Ja. En waarom gaan we hier zo stroperig, zo bureaucratisch mee om? We hakken gewoon een knoop door. Dan kun je consequenties... Dan schep je een hoop duidelijkheid, hè? Ja. Ja, dan kan iedereen gewoon verder. Ja, dan kan iedereen. Want nu zit iedereen met zijn hand op de portemonnee. Of niet, of wel. Of wat moeten we doen en wat kunnen we doen? Dan kun je plannen gaan maken voor volgend jaar. Ja. Dat is heel simpel. Zeker. Ja, ja, nou, dat is helemaal terecht. Nee, en Nicolai, hoe hard moeten we daarin gaan zitten met de onderhandelingen, Marcel? Nou, ik zou, als ik NAC was, er wel alles aan doen om die jongen te houden. Want dit is sinds vrij lange tijd dat we een goede keeper hebben. Ja, maar hoe ver gaan we dan mee, hè? Want worden wel wat spelletjes uitgespeeld via de media. Ja, dat klopt. Hè? Ja, maar jongens, laten we eerlijk zijn. Met alle respect, we hebben het afgelopen 3-4 jaar... was toch totdat na Jelle toch echt niks fatsoenlijks meer gehad. En wat dat gekost heeft dan? Nee. Ja, dan betalen we nu iets meer. Ja. Met name ook het laatste jaar van Jelle was ook niet goed. Dat was heel slecht. Nee, dat zijn we toen in principe, hè, dat is lullig om te zeggen, maar we zijn toen wel gedegradeerd mede door de kwaliteitsimpuls van Ter Auwelaar. Door te lang wachten. Ik wou het niet zeggen, maar het is wel zo. Maar hij is ook wel de eerste die dat zelf toegeeft. Ja, zeker. Dus dat kunnen wij rustig zeggen. Ja, dat klopt. Hè, jongen van de club, maar net één jaartje te lang. Maar weet je waar het dan mooi in is? Iedereen weet ook van, hij heeft er ook ons jaren ook ingehouden. Nou, daarom, maar datzelfde met Olai. Dat staat er nog steeds op een voetstuk. Dat was ook de discussie na Feyenoord, waarin Nicolai natuurlijk ook even afgezaagd werd. Maar dan denk je, jongens, kom op, hij heeft echt niet echt gewoon 20 reddingen gemaakt waarvan ik hem al geteld had, zeg maar. Ja. En helemaal als Heren Bertrams en Van Leer in de goal had ik staan. Want hij heeft de club regelmatig op de been gehouden. Ja, 100%. Absoluut. Nee, die moet je gewoon proberen te houden. En ik denk ook dat ik hoop dat Nimczewski weer een keer een teken van leven gaat geven in Breda. Ja, onze Poolse windvanger. Ja, die al 4 jaar contract heeft bij NAC. Ja, maar ze hebben er nog een jongen vastgelegd, hè? Ze gaan waarschijnlijk met die Giel Kramer gaan ze niet door. Nee. Dat is de intentie. Nee, Kramer niet. Nee, Nimczewski die willen ze dan, hè? Dat we terughalen. En Verbrugge is dan derde keeper. Ja, zeker. In beeld hebben ze dus inderdaad. Verbrugge, klopt. Olai 1, Nimczewski 2 en Verbrugge. Op 3? Drie. Want die zal uiteindelijk over een paar jaar het stokje moeten overnemen, denk ik. Ja, toch? Uiteindelijk wel. Dus het is van jongens een zware lange termijn inderdaad. Wat is dat? Jonge Oranje onder 19 ook? Ja, je moet er rekening mee houden dat het contract van... dat Olai natuurlijk op een gegeven moment op een trein gaat stappen naar een stapje hoger natuurlijk. Ja. Hè? Uitgang van... Of je moet promoveren volgend jaar. Ja. Als je hem nou nog in... Stel je zou hem een contract flink kunnen geven van een jaar of 2 jaar. Je promoveert volgend jaar. Ja. Nou, ziet de wereld er alweer anders uit, hè? Ja. Dan zou je naar een Jelle Ter Auwelaar scenario toe kunnen werken. Ja. En ik denk ook dat, want Ter Auwelaar is natuurlijk ook echt een uitstekende keeperstrainer. Dat hoor je van eigenlijk van alle keepers waar hij mee samenwerkt. Die zijn allemaal laaiend enthousiast over hem. Ja. En die kan hem ook vertellen wat het betekent om gewoon 8-9 jaar onafgebroken op de goal te staan bij NAC. Ja. En dat is denk ik voor een keeper, dat is toch schitterend om te zien. Die man die wordt hier op handen gedragen, dat ziet Olai ook. Ja. Zeker. Dus en dan verdien je nog steeds niet slecht. Het is ook niet zo dat Olai bij Real Madrid kan gevoetballen. Nee, dat weet je ook wel. Nee. Maar niet met een of ander kneuze salaris hier. Dat nakken hier op. En er zijn ook parallellen met hem en Jelle. Want ik denk dat, net wat ik net al zei, hij heeft echt een goed verhaal, die jongen. Die gaat voor de camera geen gekke dingen zeggen. Ja. Die komt met de verstandige dingen. Die kan ons aanspreken. Hè? Let op, want wij worden ook aangesproken af en toe. En dat is ook nodig, denk ik. Dus dat is gewoon prima. Ja. Laat die jongen lekker
Laat hem eens 3 jaar erbij tekenen of 2. En dan kijken. Ja, misschien gaat hij dan wel een stapje hoger. En dan staat die andere jongens staan in de picture. Ja. Je hebt nou eigenlijk gewoon 1-2 jaar als overbrugging nodig. Mm-hmm. Om Verbrugge dan klaar te stomen. Want die is nog te jong. Hè? Ja, dat is wel een oranje klant. Een boom van een kerel. Maar ja. Is wel, ja, die zit bij Oranje. Ja. Onder 19 geloof ik. Ja, klopt. Ja. En die heeft, hoe heet die, Tijn Troost. Ja, die ging voor zijn carrière naar Feyenoord. Hè? Ja, ja, maar dat. Ja. Dat Feyenoord met je carrière doet. Ja. Troosteloos. Ja. Ja, troosteloos. Ja, misschien geef ik in, manneke. Maar. Hey, Marcel, we hebben net de NAC-jeugdopleiding eventjes afgekondigd. Hè? Want die hebben deze week heeft de NAC-jeugdopleiding heel de jeugdtak heeft moeten melden. Net als het amateurvoetbal, dat ze de boel bevriezen. Dit was de eindstand, het is klaar en we beginnen volgend jaar weer helemaal overnieuw. Mm-hmm. Waar we net inderdaad, toen jij net binnenkwam in de uitzending, was het inderdaad net over. Want er gaat komend seizoen wel wat op de schoppen in het hele jeugdvoetbal. En met name daarbovenin. Het wordt voor de clubs ook verplicht om een onder 21 elftal te hebben. En een onder 23 elftal. Onder 23? Onder 23. Dat is gewoon dat is NAC begint onder met een onder 18. Hey, ze wisten ook voor onze Boes zoiets. Maar volgens mij... Dan moet hij wel zijn huiswerk maken. Ja, dan moet hij wel zijn huiswerk afmaken. Volgens mij was de gemiddelde leeftijd in het team toen met Angelino en Pablo Maria en zo, was toen volgens mij 21,4 of zo. We hadden toen het jongste elftal van Europa op één team. Ja, inderdaad. Dat was echt een extreem jong team. Ja. En die zou je dan ook in kunnen schrijven meteen onder de NAC 123. Je ziet dat heel veel, hè. Bij ons in het dorp, bij de Moerse Boys, zie je ook een onder 23 elftal, waar dan jongens die aan die leeftijd mogen doen, oefenwedstrijden spelen. Dat zie je steeds meer. Ja. Kijk, en als ze het bij de Moerse Boys doen... Ja, dat zijn trendsetters in de voetbal. Die hebben natuurlijk niet voor niks gewoon een hoofdklasse, jongens. Ja. En een oranje shirt aan. Hè? Er zijn niet veel clubs die daar mogen een oranje shirt aan. Hè? Nee, dat is maar goed. Nee. Beter als rood en blauw. We zijn ook heel trots om op NAC. Er is trouwens maar één speler bij NAC die met lood in de schoenen naar de training komt. En... ja, dat is Boussaïd, hè? Anders waait hij het veld. Hoppa, daar is hij. Ja, hij moest gemaakt. En we hebben weer een paar nieuwe spelletjes erbij, hè? Ja. Ik zie hier Redouane Fati, als ik het goed zeg. Redouane nieuwe Fati. Speler van Spartaan. Oh. Linksbenig. Ja. Tot volgend seizoen. Ik zie... Oh. Zo, dat is nog een heel ingewikkelde naam. Jedidai Welles. Dan moet je bij ingewikkelde naam moet je bij Leon. Nou sta ik paf hoor. Ik sta dus graag af. Van de SV Sjaloos. 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 Van die kader. En ik zie hier Martijn van Gemert. Die maakt volgend seizoen deel uit van NAC Breda. Martijn van Gemert. 14. Klinkt er gewoon. Ja. PP van Kerkhoven. PP. Die heeft ons versterkt. Kijk. En... als laatste Sam de Wijs. Die komt van de Maardense Boys. Oh, welkom jongens. Dat is een local. Dat is een local. Ik hoorde trouwens dat Thomas Marijnissen weer. Die begint weer. Die wil eigenlijk weer terug voetbal in, hè? Alweer. Het profvoetbal. Ja, die had dat dit jaar nog niet geroepen. Dat is al de derde keer van ons. Ja, dat is een terugkerende volgend jaar voor op de rad bingo, denk ik. Want, dat is de handje daar zonder het voetbal. Ja, had toch de smaak alweer te pakken. We zijn wel toch wel weer het profvoetbal. Ik ben benieuwd wat daar gaat komen. Dat zou die, ik wou zeggen, want dat was wel een goed voetbal. Ja, dat echt aan te komen. Hoor. En hij had er geen zin in zitten. Ja. Maar die was te nuchter voor het voetbal. Die had helemaal geen zin in dat circus aan zijn lijf. Ja. En toch begon het weer te kriebelen. Ja, ja, de jongen wil toch voetballen, hè? Maar het circus wel mee met dat prestatie. Ja, ja, dat is toch erg dat ik weet je, dat is toch erg dat je dat meemaakt, dat zo'n jongen dat zegt. Ja. Hè? Ja. Waar wij na een knappe avond op vrijdag moet ik zeggen, maar op zaterdagavond in je bed ligt met 10 glazen bier op en misschien niet meer. Ik wou zeggen 10. Hè? Lig je in je bed en dan denk je van, ik zou toch dat gele shirt eens aan mogen doen en dan erin schieten. Ja. En hij zegt ik wil dat niet. En hij zegt, ik wil dat niet. Ja? Nee. Je zou hem toch doen. Ik kan me ook wel voorstellen, hè, als je jaartje 17, 18 bent, al je vrienden gaan naar de kroeg. Ja. En jij moet weer om 8:30 naar bed, want je moet de volgende dag met Weta Big Zacht die smoel 20 kilometer gaan hardlopen op de hei. Ja. Ja, dan snap ik op zich ook wel. Nee. Lekker bosloopje. Als je liefhebber bent... Ja, jongens, kom op. Oh, mooi man. Oh, hey, ik heb nog één dingetje. Oh. Nakpraat Grabbelton nieuws. Die schuif is echt kapot, denk ik. Maar om af te sluiten, want we gaan natuurlijk even kijken wat we komend weekend allemaal gaan doen. Ja. Hey, wie denkt dat er helemaal niks te doen is in het Radverlegstadion komend weekend, die heeft het helemaal fout. Je hebt gelezen. Ja, er gaan gewoon een feestje gaan. Een DJ's. Ja.
Ja, de DJ is lang, hè? Oh, 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 gaat al de DJ muziek aan? Oh, nee, zeker. Ja, ik had een galmpje er gelijk. Diverse DJ's. Oh, ja. Ja, ja, ja. Diverse DJ's. Ja. Ik denk dat het wel goed komt. Ja, 13 DJ's thuis, ja. Volgens mij. 13 DJ's komen er naar het stadion. Ja, oeh, ik heb er nog 30 seconden om daar iets over te vertellen. In het stadion. Ja, wij kunnen jou nog horen, Marcel. Ja, 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 ja. En dat is goed. 13 DJ's, ja, het is allemaal live te volgen via thuisgaan.nl, zaterdag vanaf 7 uur s'avonds. En die draaien, elke DJ draait een half uur. En ze doen net als wij, alles goed ontsmetten. Ik loop alleen maar rondjes thuis. ja. Rondje rond de salontafel. Ik heb een doos Calippo's gehaald. en dan zit een compleet lichtshow bij. Ja, en een lichtshow, daar gaan we dus allemaal op het balkon hangen. Jongens, tot volgende week en we gaan het zien. Heb je een programma van Breda nu gemist? Geen probleem. Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren. Handig toch?